Oh nee, dat had ik echt nooit moeten doen. Ik was ook altijd een beetje een kind met overgewicht. Lalalala. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een tijdje terug plaatste ik een foto op Instagram van een tekeningetje met de oproep of jullie ook vragen voor mij hadden voor een nieuwe Q&A. Vandaag ga ik die vragen voor je beantwoorden. Er waren ook een aantal vragen voor Jeroen en mij samen. Die hebben we beantwoord in een video van Jong Belegen, dus die kun je bekijken op ons vlogkanaal. En vandaag beantwoord ik dus alle vragen die ik van jullie heb gekregen gericht aan mij. Dus ja, laten we beginnen. De eerste vraag is van Maud de Boer en zij vraagt wat mijn favoriete washi tape is en dat ik er maar eentje mag kiezen. Vind ik vet moeilijk. Nou, ik bewaar mijn washi tape in deze blauwe doos. Dit is een stapeldozen van de HEMA. En, ik trap tegen de camera. Daar bewaar ik mijn washi tape in en momenteel vind ik dit wel een hele leuke. Ik hoop dat je dit een beetje goed kunt zien. Maar hier staan allemaal van die gingerbread cookies op. Nou is dit natuurlijk niet het hele jaar mijn favoriet, maar een beetje met het oog op de feestdagen en ik deze dus laatst bij de Lidl vond, echt waar, bij de supermarkt. Ja, is dit nu al toch even mijn favoriet. Buddy Daantje vraagt, hoe heb je het sneeuwmelen ontdekt? Ik moet je eigenlijk zeggen dat ik het niet zo goed weet. Ik denk via Instagram, dat ik dan zag dat mensen wat mooie dingen voor elkaar maakten. En post sturen vond ik altijd al leuk. Ik schreef vroeger ook met een soort tante van mij schreef ik al heel veel heen en weer. Dan maakte ik altijd tekeningetjes op mijn brieven. Nou, ik was toen misschien 8, 9, 10 of zo. En dat hebben we eigenlijk altijd, zijn we dat wel blijven doen. En ik vond het ook altijd heel leuk om kaartjes te sturen als iemand jarig was. En vaak deed ik er dan ook al wel eens een dingetje bij. Dus een zakje thee of wat stickers of zo. Of vriendinnen die verhuisd waren. En ik denk eigenlijk dat ik door Instagram en InstaSwap en dat soort dingen het wat meer ben gaan oppakken en wat meer ben gaan doen. Maar ik zou het zo niet weten hoe ik er nou echt bij ben gekomen. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk. Jessica.2606 vraagt op welke sporten ik vroeger heb gezeten. Nou, als eerste heb ik op zwemles gezeten. Ik heb mijn A-diploma gehaald en vlak daarna had ik het eigenlijk wel gehad. Ik dacht, mooi, ik heb het diploma wat ik moet hebben. Ik ga lekker van zwemles af, dus ik heb nog heel even doorgezwommen, maar verder geen andere zwemdiploma's meer gehaald. En ik wilde op een gegeven moment op blokfluitles. Niet omdat ik blokfluit wilde spelen, maar meer met muziek of iets in die trant wilde doen. En ja, ik was ook altijd een beetje een kind met overgewicht. Ik was wat te zwaar altijd. En ik geloof dat ik daardoor ook een beetje op tennis heb gezeten. Een blauwe maandag. Echt niet lang. Ik kon ook voor geen meter tennissen. En ik weet nog heel goed, we hadden dan altijd zo'n warming-up. En dan moesten we een rondje over het veld of zo. Of meerdere rondjes. En al die kinderen die er al een tijdje op zaten. Die allemaal vet, fit en sportief. En rennen en conditie. En ik was echt dikkertje. Geen conditie. Dus ik hoppelde echt altijd erachteraan. En ik weet niet, ik had ook altijd het gevoel van, wat doe ik hier? Ik kan het helemaal niet. Ik vind het gewoon leuk om gewoon zo'n bal weg te meppen en met iemand zeg maar te spelen. Maar sporten met regels en wedstrijden, dat vind ik helemaal niks aan. Ja, ik weet niet, ik ben ook helemaal niet zo competitive. Hoe noem je dat? Competitief? Ik heb niet zo'n windrang of zo. Ik vind het gewoon leuk om iets leuks te doen, maar ik hoef niet te winnen. Dus ja, een blauwe maandag op tennis gezeten en daarna ben ik eigenlijk op toneelles gegaan. Dat vond ik heel erg leuk, ook omdat we daar en ook zongen en niet echt dans hadden, maar wel dansexpressie. Dus dat je gewoon dansachtige dingen. En ik moet zeggen, ik vind dans dus ook wel heel erg leuk. En tegenwoordig doe ik aan Zumba. Dat is eigenlijk ook wel veel met dansen. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Jessica vraagt ook nog wat mijn hobby's vroeger waren. Nou, dat was absoluut op nummer 1 tekenen. Je kan mijn moeder echt wel vragen. Volgens mij zat ik echt iedere dag bij de tafel. Lekker dus met allemaal potloden en papier. En ik had ook een soort koffertje. Dat is wel heel grappig. Ik had een soort koffertje met allemaal papier erin. En als mijn moeder dan op de bank zat te borduren of te breien. En ze keek iets. Dan ging ik altijd naast haar zitten. En dan opende ik dat koffertje. Haalde ik er een papiertje uit. Koffertje dicht. Legde ik een papiertje op het koffertje. Koffertje op mijn schoot. En dan met een pen ging ik tekenen. Ik tekende vroeger heel veel gewoon met een blauwe pen. En dan kleurde ik het ook in mijn pen. Dat is soms heel donker of soms juist met hele dunne streepjes. Dat het wat lichter werd, zeg maar. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Om gewoon met één pen. Ik hoef niet per se met allemaal potloden en stiften en zo. Maar dat deed ik ook wel. Maar ik tekende dus heel vaak gewoon met één pen. En ik tekende vooral ook heel veel mensen. Gezinnen en huizen en zo. Dat vond ik heel leuk om te tekenen. Maar dan zat ik dus gewoon met mijn koffertje daarop te tekenen. Nou, dan was mijn tekening af of vol. En dan of op de achterkant verder. Of gewoon weer een nieuw blaadje. En dan weer lalala. En nog steeds vind ik tekenen heel erg leuk. Dat zie je natuurlijk ook af en toe op mijn Instagram voorbij komen. Maar dat zat er vroeger ook al in. Vond ik echt het allerleukste. En knutselen ook wel. Maar tekenen echt het allerleukste.
Ja, en toneelspelen vond ik toen ook al wel leuk. En dansjes maken op muziek. Dan had ik een cd van Toybox of zo. En dan zet ik die aan. En dan ging ik helemaal dansjes verzinnen. En in mijn hoofd was dan ook al meteen een hele videoclip en zo. Met allemaal andere mensen en dit en dat. Ja, en dan was het liedje afgelopen. En ik denk het gewoon nog een keer. En helemaal verkleden en alles. En ik deed ook altijd rokken over broeken. En dingen op mijn hoofd, weet ik veel. Dus ja. Eigenlijk allemaal dingen die ik nog steeds heel erg leuk vind. Lois van Lois Blogt vroeg wat ik de leukste schoolvakken vond. En wat ik het leukste vakantieland vind. Of leukste vakantieplek. Favoriete schoolvakken. Ja, op de basisschool, ja, om dat nou echt vakken te noemen. Maar op de basisschool vond ik schrijven heel erg leuk. We hadden zo'n roze schrijfschrift. En daar stonden dan allemaal opdrachtjes in wat je dan na moest schrijven. Of schrijf dit in lusletters. En dan stond er een voorbeeldzin. En dat moest je dan in lusletters. En daarna in blokletters bijvoorbeeld. Dat vond ik echt super leuk. Dat zou ik echt zo nog een keer willen doen. Ik zou best wel ook nog een keer zo'n schrijfschrift willen hebben met al die opdrachten. We hadden ook altijd werken in hoeken. En dan was je geloof ik 6 weken lang koos je dan iets. Bijvoorbeeld 6 weken lang had je dan een uurtje kleien op de vrijdagmiddag. Of 6 weken lang had je een uurtje circus, hebben we ook wel gehad. En aquarel verven en zo. Allemaal van dat soort dingen. Dat vond ik ook heel erg leuk. En dingen met getallen, dat heb ik echt nooit. Dat is niks voor mij. Niet op de basisschool, niet op de middelbare school. Dat is echt niet mijn ding. En topografisch ben ik ook eigenlijk heel slecht. Terwijl ik daar wel wat meer van had willen weten. Op de middelbare school vond ik CKV het leukst. Dus culturele kunstzinnige vorming heet dat denk ik. En Engels vond ik ook heel erg leuk. Paula Heger vraagt wat mijn favoriete creatieve Instagram accounts zijn. Nou, dat is allereerst het account van Sneeuwmiljit. Dat is het account van Harriette, haar extra account waar ze haar sneeuwmails laat zien. Ze maakt echt super mooie dingen en ik vind het heel erg leuk. Dus daar kijk ik altijd heel graag. Ik volg ook een kijker van me, Linda, en zij kan echt super mooie sand tangles maken. Het is een beetje een soort van mandala's, maar ja, ik laat wel even wat plaatjes zien. Ik vind echt dat ze dat heel erg mooi kan. Is iets wat ik zelf eigenlijk niet doe, maar kan er wel echt een tijdje zo naar kijken van wow, wat een priegelwerkje en wat knap dat ze dat maakt. Voor mooie handlettering volg ik graag het account van Marjolein's Creations. Marjolein kijkt ook mijn video's, dat vind ik heel erg leuk. En ik kijk heel erg graag de handlettering dingen die zij maakt. Ik heb ooit ook een workshop van haar gevolgd, vond ik echt heel erg leuk. Maar zij maakt ook hele mooie dingen en af en toe heeft ze dan ook bijvoorbeeld van die gouden penseelstiften, zeg maar, die dan weer een heel mooi effect geven. Dan denk ik, ja, dat wil ik ook kunnen. Ik heb hier toevallig eentje van haar voor me. Ik weet niet of je dit kan zien. Vind ik gewoon vet mooi. Dit vind ik gewoon leuke dingen om te kijken. En ze gebruikt vaak ook wel hele mooie, inspirerende teksten. LVDP13 vraagt wat mijn favoriete hobbywinkels zijn. Nou, dat is in ieder geval de Action. Daar kan ik heel goed slagen voor. Vooral mooi hobbypapier en karton waar ik kaarten van kan maken. Die hebben vaak karton met hele leuke printjes in van die blokken. Sustrain & Grenen vind ik ook echt een hele leuke winkel. Die zit helaas niet hier in de buurt. Dichtstbijzijnde is voor mij Groningen. Maar die hebben ook hele leuke... Ja, vaak gewoon hele leuke dingetjes. Stickers hebben ze daar heel leuk. En daar loop ik vaak ook tegen dingen aan dat ik denk, dit kan ik goed gebruiken. Verder vind ik de HEMA natuurlijk heel erg fijn. Die hebben vaak wel leuke washi tape. Ieder seizoen wel wat verschillende. Ze hebben nu nog die gouden bijvoorbeeld. Die vind ik heel erg leuk. Die heb ik nog steeds niet. Ga ik op mijn verlanglijstje zetten. En ook die leuke paperclips hebben ze nu. En ik haal dan ook heel graag mijn pennen en notitieboekjes bij de HEMA. Ze hebben van die bepaalde pennen. Die schrijven echt super lekker. Dat zijn dit soort pennen van de HEMA. Ik geloof dat ze 80 cent zijn. Ze zijn er in allerlei kleuren, maar ze schrijven gewoon blauw. Maar die schrijven heel erg fijn. En dit is ook een pen, die heb ik gekregen. Volgens mij van Saskia, als ik het goed onthoud. Ik kreeg toen hele leuke cadeautjespost. En deze komt ook van de HEMA en die schrijft ook echt super fijn. Maar heel soms heb ik bijvoorbeeld laatst ontdekt, kan je ook bij de Zeeman bijvoorbeeld of de Vibra ook hele leuke stickers en knutselspullen en washi tape en dat soort dingen vinden. Dus als je eens een keer op zoek bent om je knutselstash een beetje uit te breiden, dan moet je ook eens bij de Zeeman en de Vibra en zo kijken. Die hebben ook best leuke dingen. Gewoon.Lies vraagt of ik dingen vroeger heb gedaan waar ik nu spijt van heb. En ik zat daar een beetje over na te denken en het eerste wat in me opkwam was, dat verhaal heb ik eigenlijk ook nog steeds niet verteld, maar... ik heb mijn middelbare school nooit afgemaakt. En toen dacht ik, heb ik daar spijt van? Aan de ene kant zou ik het wel willen dat ik gewoon mijn HAVO mooi afgerond heb. En ja, kijken wat voor opleiding ik dan had gedaan. Maar aan de andere kant, als dat zo was gelopen, dan had ik nu niet gedaan wat ik nu heb gedaan. En dan had ik ook niet de opleiding gedaan die ik nu heb gedaan. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet of ik daar wel spijt van heb. Ik ben wel benieuwd, zeg maar, hoe mijn levenslijn zou zijn gelopen als ik andere keuzes had gemaakt. Maar ik heb geen keuzes gemaakt waarvan ik denk, oh nee, dat had ik echt nooit moeten doen, waarom? Nee,
Dus alles waar ik aan dacht van, oh, dat had ik misschien anders willen doen, dacht ik ook meteen van ja, maar omdat het juist zo is gegaan hoe het is gegaan, ben ik nu hier en daar. En heb ik ondertussen ook dit en dat kunnen doen. Dus ja, niet echt iets waar ik spijt van heb. Insta-Jieltje vraagt wat ik nog heel graag wil doen dit jaar. En op dit moment is het jaar alweer bijna voorbij. We zitten nu eind november. Ik geloof dat het de 23ste is vandaag, als je dit kijkt. Dus ja, na november heb ik alleen nog maar de maand december. Dus er is niet meer heel veel wat ik kan doen dit jaar. Ik zou heel graag op vakantie willen, maar dat wordt hem dit jaar niet meer. Wat ik heel graag wil doen... Ja, het lijkt me wel vet leuk om nog eens een keer echt een collab met een andere YouTuber te maken. En dan, ja, liefst eentje waar ik zelf ook video's van kijk. Dat lijkt me wel heel erg tof. Maar ik weet ook niet of dat dit jaar nog gaat lukken. En ik sowieso meer DIY's maken, maar die komen eraan. Want ik heb echt allemaal leuke kerst- en feestdagen ideeën en zo. En ik wil eigenlijk ook nog surprises maken. Maar ik weet niet of je daar nog wat aan gaat hebben, want het is natuurlijk al wel bijna zover. Dus ja, ik weet niet of dat nog komt. Ik heb in ieder geval wel ooit een milkshake surprise gemaakt. Misschien kun je daar iets mee. Ja, ik wil sowieso toch nog wel iets meer ruimte maken voor creativiteit in mijn leven of zo. Ik denk steeds van, oh ja, ik heb wel tijd om lekker te knutselen of lekker, weet ik veel, bezig te gaan. Maar eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel tijd. Want op een of andere manier denk ik dan toch weer, oh ja, ik kan wel even dit doen. Ook kan nog wel even die en die helpen. Ook kan nog wel even dat en dat. En dan... Ik heb er eigenlijk veel te weinig tijd voor over. Dus ik vind eigenlijk dat ik dit jaar nog wat meer... In die laatste maand die we nog hebben dit jaar... Nog wat meer tijd daarvoor. En ja, ik hoop ook nog een klein beetje te kunnen groeien met YouTube en Instagram. Want we gaan richting de 1000 volgers op Instagram. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dit jaar... Hoe deze laatste maand gaat worden van dit jaar. Laagstreepje Eline, dubbel E, punt laagstreepje. Wauw. Vraagt... waar ik alle leuke dingen van mijn account koop. Ik denk dat ze bedoelt alles wat je op Instagram bij mij ziet. Eigenlijk staat het er altijd wel bij. Of ik heb het getagd of het staat er in het verhaaltje bij wat ik heb geschreven. Want om nou zo op te noemen waar ik alles koop. Ja, dat is allemaal bij allemaal verschillende winkels en plekken en webshops en weet ik veel wat. Dus in de hashtags kun je het vaak zien en anders dus wel in wat er getagd is. En ze vroeg nog iets, namelijk wat mijn favoriete eten is. En dat was een hele tijd sushi. Vond ik heel erg lekker, vind ik nog steeds heel erg lekker. Maar waar ik echt de laatste tijd zo vaak zoveel zin in heb, is India's eten. Ik vind curry zo super lekker. En er is hier een restaurantje in Leeuwarden, dat heet Mild & Spicy. En die kunnen zo lekker India's eten maken. Met lekker rijst, met een beetje rozijnen bijvoorbeeld door. Heel klein beetje hoor, niet heel veel. En ja, gewoon lekkere curry's, lekkere groenten. Van alles en nog wat naan. Ik vind India's eten gewoon heel erg lekker. En ik hou gewoon lekker van kruidig eten. Dat is echt mijn... Daar maak je mij heel erg gelukkig mee. Lightningbugs.nl vraagt wat mijn grootste angst is. Nou, wat me wel echt super eng lijkt is om bij een brand betrokken te zijn. Dus bijvoorbeeld in een gebouw te zijn dat in brand staat. Dat lijkt me echt heel erg eng. En ik weet niet, ik zou het ook echt niet leuk vinden als er een inbreker zou komen. Gewoon het idee dat er een vreemde in jouw huis is als je slaapt of als je er niet bent ofzo. Dat lijkt me echt, dat lijkt me echt super eng. Daar zou ik niet heel blij van worden. Laatstreepje Irene.woe vraagt wat mijn favoriete kledingwinkel is. Dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Qua broeken slaag ik wel heel vaak bij de Only, merk ik. Wat is mijn favoriete kledingwinkel? Ja, ik heb eigenlijk niet echt één kledingwinkel waar ik heel veel kom. Of waar ik heel vaak... mijn kleding kopen. Het is zeg maar net dat ik iets zie en dat ik denk, hey, dit vind ik leuk. Of ik zie iets anders en dit vind ik leuk. Want bijvoorbeeld mijn lievelingswarme vest van dit moment komt van de Zeeman. Mijn lievelingsjasje dingetje, die had ik laatst ook aan in een video. Die komt van de H&M. Mijn lievelingsblouse komt van de Primark. Dus het heeft ook allemaal een beetje favoriete broeken komen van de Only. Dus ik heb niet echt een favoriete winkel. Hebben jullie een favoriete kledingwinkel? Een winkel waar je altijd slaagt? Ik word trouwens vaak heel erg boos op kleding van de H&M. Want ik heb altijd echt na één of twee keer wel eens de vorm eruit. Of het gaat pillen. Of er komt een gat in of zo. Dus dat is niet heel erg mijn favoriete kledingwinkel in ieder geval. We zijn al bij de laatste drie vragen aanbeland. En de volgende vraag is zowel van Irene als van It's Me Eva. Zij vroegen namelijk allebei wat mijn favoriete kledingstuk is. En omdat die vraag twee keer is gesteld, vind ik ook dat ik twee kledingstukken mag laten zien. Als allereerste dit jasje. En dan zei ik net dat ik niet zo dol ben op de H&M. Maar ik was al zo lang op zoek naar zo'n soort ja, jasje, vestje. Wat is het eigenlijk? Het heeft een beetje het idee van een vest. Ook met die mouwen, zeg maar.
Maar het is zo dun als een blouseje. Je zou hem eigenlijk ook best wel als een soort blouseje in een hoge broek kunnen dragen. Maar het is toch ook alweer een soort jasje. Hij kan ook heel erg leuk los. Ik vind deze kleuren echt heel erg leuk. En het lijkt zeg maar door deze kraag en die mouw wat op een bomberjack. Alleen het heeft niet het model van een bomberjack, wat dus heel bol is. Dat staat echt voor geen meter bij mij. Bij mij moeten dingen juist getailleerd zeg maar vallen. Maar deze valt heel erg los. En daardoor ja, valt het wel weer mooi. Ik vind deze echt heel erg tof. En het is wel echt zo'n zweetstofje. Dat vind ik iets minder. Maar deze kleuren vind ik echt gek. Dus deze. En een ander kledingstuk. Die heb je al voorbij zien komen op Instagram. En ook wel in video's. Waar ik echt super dol op ben. En die wel meerdere mensen hebben. Las ik ook op Instagram. En dat snap ik heel goed. Want hij is super leuk. Dit blouseje. Deze is van de CNA. Van de huidige collectie. Dus deze hangt nog in de winkel. En ik vind dus dat stofje zo ontzettend leuk. Met al die poppetjes erop. En vooral die fietsjes, jongen. Fietsjes. Ik ben echt dol op fietsjes. Ik rijd zelf ook heel graag op mijn fiets. Dus ja, dit blouseje van de CNA. Love it. Hij moet alleen wel even nog gestreken worden. Boortje 2003 vraagt wat mijn favoriete muziek is. En deze vraag heb ik vaker gekregen. En ik weet eigenlijk nooit wat ik moet antwoorden. Want ik ben niet echt fan van iets of zo. Het is niet dat ik één soort muziek of één artiest of een band helemaal te gek vind. Vaak word ik wel heel vrolijk van een beetje muziek uit mijn jeugd. Dus een beetje muziek van eind jaren 90, begin 2000. Ja, gewoon omdat het heel herkenbaar is of zo. Ik weet niet. Het zijn altijd van die lekkere foute Mayblair liedjes. En voor de rest hangt het er ook heel erg vanaf in wat voor bui dat ik ben. Ik vind alleen Nederlandstalige muziek bijna nooit leuk. Dat is ja, gewoon niet zo mijn ding of zo. Soms kan het best zijn dat ik zin heb in hip-hop en rap. En soms ja, gewoon hele vrolijke muziek. En soms misschien gewoon wel eens een heel mooi liedje of zo. Het is echt een beetje wat voor bui ik ben. Op zich niet heel erg moeilijk qua muziek. Elke keer weer als ik deze vraag krijg, dan denk ik, ja, maar ik moet toch wel een favoriete artiest of zo hebben. Maar nee, ik weet het gewoon echt niet. Sorry. En de laatste vraag voor vandaag. En die is van Linda van der Hoofd. Die dus heel mooi kan tekenen. Zendengelen. Hoe zie ik mijzelf over 5 jaar? Dat vind ik ook best wel een pittige vraag. Hoe zie ik mezelf over 5 jaar? Het lijkt me leuk als ik over 5 jaar creatief bezig ben nog. Het lijkt me vooral heel tof dat ik veel beter ben geworden in het maken van YouTube video's. Dat ik veel meer DIY's kan doen en dat ik daar een budget voor heb. En ja, dat ik gewoon hele mooie video's kan maken die ook gewoon mooi zijn qua licht, qua beeld, qua geluid. Die een mooie setting hebben. Ik merk wel dat het steeds ja, de betere kant op gaat. En dat krijg ik ook van jullie terug van hey, wat een leuke achtergrond of wat leuk dit of dat. Dus dat is heel erg fijn. En ik hoop toch echt wel dat ik tegen die tijd daar gewoon ja, wel wat beter in ben geworden. En misschien wat meer kijkers. Dat lijkt me heel erg tof. En over 5 jaar, even denken, ik ben nu 23. Dus dan ben ik 28, bijna 29. Dan hoop ik, als het allemaal goed gaat en het financieel stabiel is en het gegund is en tegen die tijd kan, hoop ik dat er misschien wel een kindje in mijn buik zit dan. Of misschien al geboren is. Ja, dat lijkt me wel heel erg tof. En ik hoop dat we dan een grote mensenhuis hebben. Daar heb ik al eens vaker over verteld. Lijkt me echt zo tof. En dan vooral eentje met schuifdeuren. Tussen de woonkamer en de eetkamer of zo. Dat lijkt me echt. Een huis met schuifdeuren, jongens. Dat staat echt heel hoog op mijn verlanglijstje. Ik denk alleen niet dat Sinterklaas het me gaat geven. Maar het allerbelangrijkste voor mij is. Ik hoop gewoon dat ik heel veel met creativiteit kan doen. En het lijkt me tof. Dat ik tegen die tijd toch wel eens een keer. Of mijn eigen kaartjes heb uitgebracht. Of misschien eigen stationery line. Of misschien eigen washi tape. Of notitieboekjes. Of iets in die trant. Dat lijkt me echt heel, heel, heel erg tof. Dan was dit de laatste vraag. Ik heb alle vragen beantwoord die ik op Instagram heb gekregen. Tenminste, ik heb het er hierbij gehouden. De pagina waar jullie de vragen hadden gesteld. En ik ben ze allemaal langs gegaan. De vragen die dus voor Jeroen en mij samen waren, die hebben we beantwoord op Jong Belegen. En heb ik nou toch een vraag overgeslagen, dat ik hem niet goed heb gelezen of zo, laat hem me dan alsnog weten. Want natuurlijk wil ik die ook beantwoorden. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken. Komende zondag komt er een plannen en kletsen online met een nieuwe planner. Daar heb ik heel erg zin in. Nou ja, ik heb hem al gezien, maar ik vind hem heel erg leuk. Ik ben er enthousiast over. Oeh, spoiler alert. De rest zie je zondag. Ik vond het leuk dat je nu naar mijn video keek. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. En ja, binnenkort dus meer DIY's en ook in kerstthema. Daar heb ik heel erg zin in. Moest ik nog iets vertellen? Volgens mij niet. Volgens mij heb ik echt veel te veel gepraat. Dus, ik sluit hem af. Ik zie jou graag de volgende keer. Doei!